We hebben een serenade gegeven voor een verliefde stel, zojuist hier in Enschede. En daarom staan we hier op zondagochtend 9:15 met z'n allen in Enschede. Het idee is ontstaan, wij hadden een aantal concerten in de maand februari met het thema liefde. En we wilden eigenlijk gewoon iets origineels doen. Wat is origineel met liefde en muziek? Nou, serenade is eigenlijk dan heel erg voor de hand liggend. In die zin, het kwam gelijk bij ons op. En we hebben een prijsvraag uitgeschreven. Mensen konden een verhaal insturen via onze website. En de mooiste verhalen hebben wij daaruit gekozen. In eerste instantie zouden we 1 serenade doen. Maar omdat er eigenlijk heel veel goede verhalen binnenkwamen, hebben we gekozen voor 2. En dit was de eerste daarvan. Het Orkest van het Oosten doet dit omdat wij hebben een prachtig, nou ja, iets in ons midden, klassieke muziek, waar helaas nog te weinig mensen mee in aanraking komen. En waarvan wij vinden van, nou, hoe brengen we dit nou naar de mensen toe? En hoe kunnen we nou op een hele leuke, intieme manier het orkest laten horen aan mensen? Een hele goede morgen. Wij zijn van het Orkest van het Oosten en uw geliefde heeft een serenade voor u aangemeld. Alsjeblieft. Wauw. Ik had me ingeschreven inderdaad voor een serenade met een stukje argumentatie erbij, maar nooit verwacht dat ik uitgekozen zou worden. En ja, dat gebeurde er toen ook. Maandag werd ik gebeld en toen was ik zoiets van, oh, wat gebeurt er? Heel leuk. Ja. En toen dacht ik, nou, dan gooien we al onze weekendplannen even om en dan laat het maar gebeuren. Ja. Want vanaf afgelopen maandag was ik dus al aan het gokken van, nou, wat zouden ze dan geregeld hebben? Want ik wist dat het iets was, maar geen idee wat. Nee. En langzaam maar zeker wat kleine hints, maar dit had ik er niet uit kunnen halen. En echt, ja, ontzettend mooi. Dit. Ja. En niet alleen heel leuk, maar ook eigenlijk heel liefdevol dat jullie dit doen. Ja, ja. Leuk. Waarom hebben zij gewonnen dan? Waarom was hun verhaal zo goed? Ja, nou, vaak zijn er natuurlijk een heleboel persoonlijke elementen die daarin in verweven zijn, waarvan wij vonden van, nou ja, als je dat kunt overwinnen, of in ieder geval als je die liefde voor elkaar kunt uitspreken, dan verdient dat gewoon een serenade. De combinatie met de speciale dag 13, 14 februari die ze hadden aangekozen. En dat ze eigenlijk heel graag zelf een serenade wilden brengen met stem of met blokfluit, maar daar hulp bij nodig had. Nou, dachten wij, dan moeten we toch echt gaan helpen. Ja. Dit was goede hulp. In Almelo gaan jullie het nog een keertje doen, hè? We gaan het nog een keertje in Almelo doen. Wij gaan nu door naar Almelo en daar gaan we een tweede serenade brengen voor een stel. Ja. Hallo. Hallo. Linda. Ja. Hi. Kijk eens even. Wij zijn hier namens het Orkest van het Oosten. Oké. En jouw toekomstige echtgenoot heeft jou opgegeven om een serenade te komen spelen voor jou. Oké. Okay. We hebben 4 muzici meegenomen en we willen wat mooie muziek voor jullie gaan spelen. Oké, mooi. Ja? Ja. Nee, mevrouw, wat is er vanmorgen gebeurd? Ja, ik kreeg een serenade. Waarom kreeg u deze serenade? Nou, ik had al wel een vermoeden, en ik hoorde het vanmorgen inderdaad, dat wij hebben onze bruiloft moeten verzetten vorig jaar. En ja, nu gaan wij dit jaar trouwen, dus dat was wel een hele teleurstelling vorig jaar. Hoe kwam u erbij om dit te gaan doen? Nou, de bus die stopte hier voor de deur en ik zag gewoon de sticker op de zijkant van de bus. En toen had ik zoiets van, oké, dit is iets voor haar. Hebt u nog iets wat u kwijt wil aan uw verloofde?
dat ik superveel van hem hou. En dat ik het gewoon onwijs tof vind. Ja.